Hallo beste mensen, welkom bij de bespreking van het eindexamen economie VWO 2021, opgave 4, genaamd prijsbeleid in de verf gezet. We gaan beginnen. Het verfbedrijf International Colors IC produceert een verfsoort voor roestend materiaal. De directie bespreekt tijdens een vergadering de strategische keuzes die het bedrijf heeft om de winstgevendheid van de productie van deze specifieke verfsoort te verhogen. IC heeft op deze markt alleen concurrentie van Farbo, die een vergelijkbare verfsoort op de markt brengt. Farbo streeft net als IC naar maximaal totale winst en hanteert een prijs van 12 euro per liter verf. Oké, dus wat weet je al nu je dit stukje tekst hebt gelezen? IC en Farbo zijn de enige producenten op deze markt. Dus deze markt is een oligopolie, want twee bedrijven hebben het totale marktaandeel, of de 100% van het marktaandeel van deze markt in hun bezit. En dit is een specifieke situatie, want IC en Farbo zijn de enige twee producenten op deze markt, op deze oligopolistische markt. En omdat er twee aanbieders zijn, producenten, trouwens zijn producenten op deze markt. Omdat er enkel twee producenten zijn op deze oligopolistische markt, is deze markt een duopolie, want duo is twee, hè? Een oligopolie van twee aanbieders van producenten heet een duopolie. Oké, dat weet je. Wat weet je nog meer? Even zien. IC streeft naar maximale totale winst. Dat is één van die drie heilige formules. Maximale totale winst betekent dus, MO is MK. Dat is maximale totale winst. Maximale omzet is MO is nul. En break-even is TO is TK of GO is GTK. Maar in dit geval zoeken we maximaal totale winst en dat is MO is MK. Die twee aan elkaar gelijk. Marginale omzet is gelijk aan marginale kosten. Oké, en we weten ook dat Farbo, de prijs van Farbo, PF noem ik het even, P van Farbo. Maar laat ik het zelf schrijven, is prijs van Farbo. Laat ik het even netjes definiëren, zodat jullie het kunnen begrijpen. Is 12 euro per liter verf. Alright, 12 euro per liter verf. Dat weten we en we weten ook dat de prijsafzetfunctie van IC, maar dit is belangrijk, want de prijs van Farbo is gegeven, maar we moeten iets met IC doen, want zoals hier staat, wordt van 15 tot 3 punten. Toon met behulp van een berekening aan dat IC 11 euro vraagt voor een liter verf bij de gegevenprijs van Farbo. Ja, dus het is een beetje gemeen. Ze geven de prijs van Farbo, maar we moeten iets met IC doen. Oké. Nou, we weten dat de Q van IC, die is min 2. Zien, PK noem ik het maar. Ja, laat ik het maar nou net doen. PFB, nou oké, ze noemen dit FB, laat ik het hier maar ook doen. Plus 4, laat ik even eerst deze functie uitleggen. Dus de hoeveelheid verkocht verf, liters verf keer 100.000 is dit. Nou, zoals jullie weten, de prijsafzetfunctie heeft een negatief verband. Want ja, als de prijs van IC omhoog gaat, wordt er minder van IC verkocht. Maar zoals je ziet, in deze prijsafzetfunctie zit juist een positieve prijs van Farbo, terwijl de prijs van IC negatief is. Nou, zoals ik al zei, als de prijs van IC omhoog gaat,
de hoeveelheid verkochte producten van IC omlaag. Maar ja, Farber is natuurlijk een concurrent van IC. Dus als die prijs van Farber omhoog gaat, dan gaan de kopers gaan juist naar IC toe. Dus dan wordt er juist meer verkocht van IC. Daarom is dit ding positief. Het is natuurlijk wel zo dat als de prijs van Farber omlaag gaat, ja, dan krijg je dus een plus en dan wordt dit een min. En ja, dan wordt het juist een min voor de IC. Want ja, als de prijs van Farber omlaag gaat, dan wordt hem juist minder verkocht bij concurrent IC. Zo werkt dat. En die 4 is natuurlijk een onafhankelijke constante. Dus zelfs als de prijs ontzettend hoog of zo laag is, wordt altijd iets gevraagd. En blijkbaar een bepaald aantal mensen die altijd ongeacht om de vraag zullen kopen. Oké, verder geldt er dat de marginale kosten van IC, laat ik het even hier opschrijven, MK van IC is 8 euro. Oké. En we moeten nu aantonen met behulp van de berekening dat IC 11 euro vraagt voor een liter verf bij de geefprijs van Farbo. Oké, nou, wat moeten we doen? We moeten aantonen bij maximaal totale winst dat er 11 euro gevraagd wordt bij IC. Dus we moeten, de MK hebben we al, hè, van IC. Dus we moeten de MO nog zien te krijgen. Want dit is dan 8, maar dit weten we nog niet. Ja, dus hoe moeten de TO vinden? Dus we moeten de TO van IC vinden. En wat is die formule van. Laat ik het even opschrijven. Wat is de formule van TO van IC? Dat is natuurlijk de prijs van IC keer de Q van IC. Ja. De Q van IC, die hebben we natuurlijk hier. Hoe gaan we die prijs dan vinden? Nou, zoals jullie waarschijnlijk al weten, moeten we dan deze formule omschrijven naar dit. Want we kunnen dan de omgeschreven formule, oftewel deze, kunnen we gewoon een keer dat doen en dan krijg je de TO. En dan kunnen we de TO differentiëren. Want eerst afgeleide van TO is de MA. Dit moet je vanuit de theorie weten en dit moeten we dus ook gaan toepassen. Dus we gaan dit ding omschrijven naar een p-functie, dus van Q naar P. Hoe doe je dat? Ik zal het even overnemen. Nou, je gaat dit eerst isoleren, zeg maar. Dus laten we dat naar links brengen in dit geval. Dus dit gaat naar links. Nou, dan wordt het positief. Dus 2 PIC is, ja, dan moet dit ding naar rechts. Dus dan wordt het min QIC. En dan blijft dit natuurlijk gewoon over. Oh, oeps. Ja, niet zo handig, hè. Eigenlijk hebben we daar een trucje voor. Oh, dit werkt niet. Oeps. Oh, top, dit werkt wel. Oké, top. Ja, er gaan even wat fout. Je zal even zien, dat gebeurt soms altijd in het examen. Even kijken. Nou, dan ga dit gewoon overnemen. En dan, ja, moeten we alles delen door 2, want dan krijg je die PIC. PIC is min. En half, want ja, hier zit eigenlijk een eentje. Dus ja, dan krijg je min half. En dat doe ik wel even om duidelijk te maken. Hier dit. Plus PFB. Oh ja, 2. 2 is natuurlijk, ja, 2. Of, sorry, 1. En 4 gedeeld 2 is 2. Mooi. En ja, we wisten dat de prijs van Farber is 12. Dus gaan we die gewoon invullen. Pik is, ja, pik. De prijs van IB, IC, sorry, is dit. Plus 12, plus 2. Nou, dat is dan, even dit gewoon overnemen. En dit wordt dan 14. Oké, maar is mooi, en dan kunnen we nu die TO gaan doen. Die wisten natuurlijk hiervan. Dus dat neem ik even ook meteen over.
right. Dus THOIC is ja, die formule, dat is dus dit. En dat de zaakjes moet je dan zetten. Dan keer Q. Ja, en dan krijgen we natuurlijk dat mooie wiskundige trucje al zo toegepast. Dan krijg je dus hier het kwadraatje, hier krijg je dan een kwadraatje. Q, en dan ja, dat is een beetje moeilijk te zetten nu. Ik doe even zo. C plus 14. Ja, doe ook wel even zo. Q, C. Ja, het is hetzelfde als dit. En dan kan ik wel zo eigenlijk. Die snap ik wel. Nou, dan hebben we dit. En dan kunnen we die MO gaan uitrekenen. Want MO, de MO van IC is natuurlijk de afgeleide van de TO van IC. En dan de afgeleide. Dus dat is dan, ja. Het kwadraatje doe ik keer dit. Min. Jullie hebben vast van wiskunde al geleerd hoe dit moet. Keer het kwadraatje. Nou, 2 min 1. Dan blijft dus gewoon die. Die Q over. En dan hier, ja. Als je dit verificeert, is het eigenlijk een eentje. Dus 40, ik zal het wel even heel formeel hanteren. Keer 1. Ja, hier is het eigenlijk. Tot de macht 1. Ja, en dan. Ja, dan hou je hier 1. Want ja, je moet bij je differentiëren, moet je dan die macht min 1 doen. Dus dat staat hier eigenlijk. De macht, ja, niet zo. De macht, als je het differentieert, dan moet je meer zo keer Q. De macht 1 min 1. Ja, dat wordt dan 0. IC, ja. I tot de macht 0 is 1, dus dat valt gewoon weg. Top. Ja, Q tot Q keer 1 is gewoon 14. Of 14 keer 1 is gewoon 14. Dus we snappen het wel. Dus MO is dan uiteindelijk, ja, dat is dan een half, min een half keer 2 is gewoon min 1. Ja. En dit vinden wiskundigen niet zo mooi, dus ja, die min 1, moet die 1 weg, hè. Nou goed, nu weten we de MO, dat is top. Want, dan kunnen we dat gewoon weer in gaan voeren. Dus dan doen we even zo. Nou, dan kunnen we nu eindelijk die MO is MK gaan invullen. Dus, zo. MO is natuurlijk dit. Nou, laat ik het even zo netjes doen. Oh, wel kleiner dat natuurlijk. Dit is gelijk aan 8, want die was gegeven aan ons. Dus ja, als je deze vergelijking oplost, krijg je natuurlijk min QC is 8 min 14 is min 6. Nou, alles delen door min 1. Q is dan 6. Ja, en dan kan je natuurlijk deze Q hier, die van 6, kan je invullen in dit. Dan heb je als het goed 11 euro. Dat alles klopt. Laten we dat even doen. Min half keer 6 plus 14. Dat is dan natuurlijk min 3 plus 14 is 11 euro. En dan hebben we inderdaad aangetoond dat IC 11 euro vraagt voor Litever, maar dat geeft prijs voor Fargo bij maximale totale winst. Top, dat was vraag 15 voor 3 punten. Gaan we weer verder. Oké, gaan we verder met vraag 16. De directie van IC bespreekt gedurende de vergadering het prijsbeleid en overweegt daarbij drie mogelijkheden: de prijs gelijk laten, verhogen met 10% of verlagen met 10%. De directie verwacht dat Farbe op dezelfde manier zal reageren op het prijsbeleid van IC. De directie geeft de situatie weer met de volgende spelboom die hier staat. Oké, dus de spelboom geeft de prijsstrategieën en de totale winst die daarbij gehaald kan worden in 100.000 euro's weer. En we moeten bij vraag 16 voor 2 punten verklaren met behulp van de spelboom dat het voor IC gezien de doelstelling niet zinvol is om de prijs van een liter verf aan te passen. Oké.
Vanuit de vorige opgave wisten we dat de doelstelling van de IC was dat het maximale totale winst zou behalen. Dat is de doelstelling van de IC. Dus we moeten dat in ons hoofd houdende, moeten we verklaren dat het voor IC niet zinvol is om de prijs van liter per aan te passen. En zoals jullie weten was de prijs van IC was 11 euro. Dat moesten we in de vorige opgave immers aantonen. Oké, dus dat moeten we nu met deze spelboom gaan bewijzen. Nou, bij deze spelboom is het zo dat IC als eerst kiest en dat Farbo daarop gaat reageren. Dus we gaan gewoon al die drie situaties af. Dus als prijs van IC 12. Of laten we het zo even opschrijven. Als prijs is 12, 10, dan gaat Farbo kiezen voor, even kijken, dan zal Farbo kiezen dat hun prijs 12 euro wordt, want zij willen natuurlijk ook de hoogst mogelijke winst. En dat behalen ze bij die bij 12 euro, want bij 13,20 halen ze 25,6. 12 euro 27,0. En bij 10 euro 80 22,6. En 27,0 is natuurlijk het hoogste. Dus kiezen ze voor 12 euro. Dus PFB is 12,00. En dan is het misschien handig om even bij te schrijven dat de totale winst van, even zien, van IC is dan 5,2 en dat keer 100.000, dat keer 100.000 is 560.000 euro. Zo, 560. Oké, dus als, laat ik het even zo met de tafel, dat is misschien makkelijk te zien. Als prijs, oh. Dus prijs IC is 11,00. Dan zal Farbo ook voor 12 euro, want ja, 16,0 is het hoogste van al deze drie. IC is de linker en Farbo is de rechter trouwens, hè, maar dat had je waarschijnlijk al gezien aan de kleur van de naam. Oké, dan prijs Farbo is ook weer 12 euro. En de totale winst. IC is dan 800.000 euro. Nogmaals, ja, 8 keer 0 keer 100.000 is 800.000. En als prijs van IC is 99, dan PFB is, even kijken. Ja, 10,80 euro, want dat is nogmaals het hoogste. We willen natuurlijk geen verlies. En 7,2 is hoger dan 5,0, dus kiezen ze voor 10,50. 10,80, sorry. En de totale winst van IC is daarbij 100.000 euro. Waarom schrijf ik nou die totale winst van IC erbij? Omdat we moesten aantonen met behulp van die spelbomen dat het voor IC niet simpel is om de prijs aan te passen. De doelstelling was maximale totale winst. We moeten even kijken wat de totale maximale winst zal zijn voor IC in al die drie situaties. Oké, dus nu we dit allemaal hebben, kunnen we kijken waarvoor IC zal kiezen. Of ze de prijs gelijk laten, oftewel 11 euro laten, zoals het was, tijd voor we gaan wisten. Of ze de prijs met 10% verhogen. Dat is dus dit geval, 10% verhogen, want 10% van 11 euro is 1,10 euro. 11 euro plus 1,10 euro is 12,10 euro. Reken maar na. Of 12% verlagen, nogmaals. Of, in dit geval moet je natuurlijk die 1,10 afhalen van die 11 euro, dat is 99. Ja, we moesten aantonen dat het niet simpel was om de prijs te veranderen, om nog steeds maximaal totale winst te behalen. Dus, oftewel, en dat. Ik moet zeggen dat klopt, want IC zal kiezen om de prijs gelijk te houden. Terwijl PE is 11
euro. Want dit geeft de hoogste maximale totale winst voor IC. Zoals je ziet, 800.000 is hoger dan 560 en 800.000 is hoger dan 100.000. Ik kan het ook nog even zo doen. 100.000 is groter dan 65.000. En 800.000 is groter dan 100.000. Nou, dat hebben we hiermee aangetoond voor 2 punten. Vraag 17 gaan we naartoe. Analist Havermans onderzoekt wat er gebeurt bij een bedrijf. Tegelijk moet beslissen. Deze situatie kan worden geanalyseerd op matrix 1. Die verwachte totale winst keer 100.000 euro toont waar iedere combinatie van prijszettingen per liter verf zich signaleert. Daarin twee NES evenwichten. Dit is een simultaan spel. Dit was natuurlijk een spel, maar dat is niet simultaan. Dat is sequentieel, oftewel naar elkaar. Want eerst kiest IC en daarna kiest Farba. Waar je een simultaan spel, oftewel gelijktijdig spel, bepalen zowel IC als Farba tegelijkertijd hun prijs en hun strategie. En we moeten beargumenteren voor 2 punten bij vraag 17 of het spel volgens deze matrix voor beide spelers een optimaal resultaten opleveren, bedoel daarbij bij de NES evenwichten. Oké, dus we moeten twee NES evenwichten gaan vinden. Wat is ook weer een NES evenwicht? Een NES evenwicht houdt in dat een speler niet eenzijdig dus zonder overleg met de andere speler zijn uitkomst kan verbeteren. Dat is de definitie van NES evenwicht. En nou, dan moeten we maar eens die twee NES evenwichten gaan zoeken, want die moeten we in het antwoord trekken. Even kijken hoe ik dat ga doen. Ja, dan moet ik eigenlijk twee kleurtjes hebben. Even zien of dat kan hier. Misschien dat ik wat dunner kan doen. Even kijken hoor. Dus laat ik het op deze manier doen. Dus laat ik eerst Farber doen. Dus ik doe Farber. Doe ik zo. Oh, hoe moet dit? Even kijken. Textfuncties. Oh, zo misschien. Dus Farber geeft het dit dingetje. Dus laten we, dat werkt zo, want het is natuurlijk, dit is geen normale matrix. Met 4 vakjes, dit is met 9 vakjes. Iets moeilijker misschien. Dus als IC 12, 10 kiest, wat gaat Farbo dan doen? Farbo, die kiest dan voor, doe je het zo, dus IC kiest dit. Dus Farbo kan 3 keuzes hebben, ze kunnen 13, 20, 12 euro of 10, 80. En de doelstelling is natuurlijk dat ze hoogste mogelijke totale winst, maximale totale winst halen. Dus ze kiezen natuurlijk voor 12 euro dan. Want ze willen, want de hoogste mogelijke totale winst en 27,0 is hoger dan die andere twee hier. Dan 25,6 en 22,6. Als IC 11 euro kiest, dan kiest Farber ook 12 euro, want 16 is hoger dan die andere twee. En als IC 99, dan pakt Farbo, even zien, dan pakken ze, even zien hoor, ook zit even een keer te kijken, ze pakken natuurlijk 7x20, ik zit even naar die van IC te kijken. Ja, als je zo pakjes hebt, word je wel eens gek van. Maar ja, 7,2 is natuurlijk groter dan min 2,9 en 5,0. Je moet natuurlijk naar dit lettertype kijken, want dit wordt bij Farbo. Even kijken of ik een andere kleurtje kan pakken voor IC. Ben ik zo terug, want anders ruik ik zo door de war. En ja, ik heb het voor elkaar. Oké, we hebben een oranje kleurtje voor IC. Oké, dus als Farbo kiest voor 1320, dan kiest IC natuurlijk voor
Oh, we moeten zo kijken natuurlijk dit keer. Want ja, Farbo kiest dit. Farbo staat vast, kiest 1320. Wat gaat IC dan doen? Kijken we naar dit, naar deze drie getallen, dan kiest het trick voor 1220. Want 15,4 is hoger dan 15,2 of 10,1. Als Farbo kiest voor 12 euro, dan kiest het natuurlijk voor 11 euro. Want 8,0 is hoger dan de andere. Dan ja, in dit geval bij 5,6. En als Farbo 1080 doet, dan of kiest, dan kiest hij zie natuurlijk. Dan kiest IC natuurlijk 99. Want 1,0 is hoger dan min 4,3 of 0,8. Je kan het ook schriftelijk doen, dus dan kan je zeggen als Farbo 1080 kiest, dan IC 99. Maar ik vind het altijd handig om dit te doen, want dan zie je die evenwichten makkelijker. Want we moesten twee NAS-evenwichten. En die moesten ook benoemen in het antwoord. En we hebben toevallig twee evenwichten gevonden. Laten we daar even een ander kleurtje aan geven. Groen of zo. Dit zijn de twee NAS-evenwichten. Oh, heel lelijk omcirkeld. Maar goed, oké. Dus, even kijken hoor. Oh, niet in hoofdletters geschreven. De twee NAS-evenwichten zijn, laten we het zo doen, 1. Even kijken, 8. Of Farbo, laat ik het even zo doen, dat is makkelijk. 8,0. Oh nee, wacht, later moet natuurlijk een prijs, hè. Farbo, 11,00 euro. Nee, IC. IC. 11,00 euro. Farbo. Voorzien 12 euro. Ja. En uit de vorige opgave wisten we dat IC standaard al een prijs is van 11 euro en Farbo van 12. Dit is de beiden houden hun prijzen gelijk. Dat wisten we uit de vorige opgave. En het tweede net evenwicht is, even zien. IC is 9,90 euro. En Farbo is, even zien, 10,80. Dus beide in dit geval verlagen hun prijzen. Oké. Dus dat is al een punt, want we moesten die benoemen. En we moeten beargumenteren of het spel op deze matrix van beide spelers een optimaal resultaat kan opleveren. Nou, wat is nou een optimaal resultaat als we eigenlijk beide hun prijzen kunnen verhogen? Maar omdat het net evenwicht zijn, kunnen ze dat niet eenzijdig doen. Dus zonder overleg met de speler. Dus om een optimaal resultaat te kunnen behalen voor beide, moeten IC en Farbo met elkaar in gesprek gaan. Ze kunnen het niet eenzijdig doen. Oh. In gesprek gaan. Een optimaal resultaat is dus een gezamenlijke. Oh, dit is, ja, dat komt niet zo mooi uit. Gezamenlijke prijsverhoging. Dat is eigenlijk een optimaal resultaat. Als ze beide meer winst kunnen behalen. Zo, dat staat wat eleganter hier. Oké. En wat zou die prijsverhoging dan kunnen zijn? Moeten we even kijken of dat kan in deze matrix. Hè? Want dit is puur theorie. Dit. Moeten we even kijken of dit kan in de matrix. Dus de vraag is. De vraag is. Is een gezamenlijke prijsverhoging mogelijk in deze matrix? Dat is even de vraag. Het antwoord is, dat gaan we even opzoeken. Dus het moet hoger, voor IC moet het hoger zijn dan 11 euro en voor Farbo moet het hoger zijn dan 12 euro. Even zien. Nou, dat zou alleen kunnen als IC de prijs tot 12,10 en
Farbo prijs 13,20 doet. En bij Rempel hoor, dan hebben ze een hoger resultaat. Kijk, 15,4 is hoger dan 8,0 of 1, dat is, ja, dat kan in deze matrix. Namelijk, doe even zo. IC 12,10, Farbo 13,20. Want even zien, laat ik het even met een kleurtje doen, dat is even handig. Ja, bij deze vragen moet je echt goed opletten. Het is echt goed dat ik het ook even doe. Dus dan maken we dit wel blauw. Dus dan, oh, heel lelijk weer. Nou goed, oké, okay, we doen het er maar mee. Even zien. 15,4 is hoger dan 8,0. En 15,4 is ook hoger dan 1,0. En dit geldt natuurlijk voor IC. En voor Farbo geldt iets soortgelijks. Want 25,6 is hoger dan die 16,0. En 25,6 is hoger dan 7,2. En moesten we argumenteren of een optimaal resultaat voor beide spelers mogelijk was. Nou, we hebben dus aangetoond dat dat kan. Alleen ja, dan een optimaal resultaat, dat moet je even erbij zetten. Een optimaal resultaat is dus mogelijk in deze matrix, mits beide spelers met elkaar overleg gaan en daarbij een gezamenlijke afspraak maken. Als zij dit niet doen, is er geen optimaal resultaat mogelijk. Want die nesevenwichten, die zijn er. Dus je moet, als je het even niet goed leest, gewoon overleggen om dat optimale resultaat te behalen. Nou, laten we doorgaan naar vraag 18. Vraag 17 en 16 waren wel vragen waar je echt goed moest kijken, maar je maakte snel fouten met met die streepjes zetten. Dus het was goed voor mij om dat ook nog een keer te doen. Oké, vraag 18. Leuke theorievraag, laten we gaan lezen. Havermand stelt, bij onveranderd prijsbeleid kan IC zich meer richten op ma de marketing reclame met nadruk op sorry. Met nadruk op de goede reputatie van de verf zo die IC sinds zijn oprichting verkoopt. De reclame moet gericht zijn op zowel klantenbinding als het aantrekken van klanten van Farbo en van nieuwe kopers op van deze verfsoort. Wat betekent klantenbinding? Dat betekent dat klanten eigenlijk trouw zijn. Dus als de prijs van concurrenten omhoog gaat, dat ze dan alsnog bij jou blijven en niet naar de concurrent gaan. In dit geval Farbo. Ik kan even opschrijven. Dus ja, zo, klantenbinding houdt in dat je klanten. Dat maakt algemene formulering dat klanten van een bedrijf trouw zijn aan het bedrijf als een concurrent de prijzen verlaagt, zal klanten binding ervoor zorgen dat klanten ondanks de lagere prijzen van de concurrent bij het bedrijf blijven. Dat betekent klantenbinding eigenlijk. Dus dat moet er gebeuren. Ze moeten klanten van Farbo aantrekken. Dus die moeten plaatsvinden van Farbo kopen naar IC komen om verf te kopen. En ze moeten nieuwe kopers van verfsoort aantrekken. Nou, als gevolg van de campagne zal de prijs of zetfunctie van IC veranderen onder de veronderstelling dat Farbo niet ook een marketingcampagne gaat voeren. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk natuurlijk. Slechts één van de volgende prijs of zetfuncties combineert alle drie de gewenste effecten.
De vraag is welke goed is. Argumenteer keuze en betrek daarbij alle drie de gewenste effecten. Nou, goed. De prijs afzetfunctie voor IC die stond in de vraag 5, dus heb ik even nog een keer gezet. Dat was natuurlijk QIC is min 2 P van IC plus 2 P van Formo plus 4. Oké, okay, nou, we moesten drie effecten hebben. Gelukkig staan hier ook drie elementen. Dus elk effect heeft zo'n element. Dus die klantenbinding heeft betrekking op min 2 pik. Aantrekken van Farbo's klanten heeft betrekking op plus 2, ja, doe ik wel zo, plus 2 prijs van Farbo en het aantrekken van nieuwe klanten heeft betrekking op de plus 4. Dit is even belangrijk. Nou, de klant, nou, normaal is het dus zo dat als de prijs van Asima hoog gaat, dat de mensen minder gaan kopen. Nou, kan je voorstellen dat als een klantbinding komt, dat mensen dan alsnog, als de prijs verhoogd kan worden, bij jou blijven. Dat is trouwens, dat kan ik wel in de definitie zetten, daarnaast. Naast is het zo dat, klanten minder sterk reageren op prijsverhogingen. Dat betekent dus dat als de prijs verhoogd wordt, dat klanten dus niet zo snel zullen zeggen van oh, we gaan niet meer kopen of gaan minder kopen, maar alsnog hetzelfde kopen, ondanks dat die prijs omhoog gaat, omdat ze zo zijn geïnvesteerd in dat bedrijf eigenlijk, vanwege die klantenbinding. Ze zijn zo gehecht aan het bedrijf, dat ze tot een bepaalde hoogte niet uitmaakt als de prijs omhoog gaat. Dus, dan kan je je voorstellen dat die min 2 PIC laag moet worden. Dus deze valt af. Want door klantenbinding, moet min 2 PIC lager worden. Dus B en D vallen af. Ja, want ja, als die juist lager dan min 2 wordt, dan heeft de klantenbinding dus geen effect gehad. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus dit is al, dus die twee vallen al af. Nou, ja, dus dan blijven maar A en C blijven over. Nou, gaan we naar de volgende. aantrekken van Farbo's klanten. Nou, even zien hoor. Het is dus zo dat als de prijs van Farbo omhoog gaat, dat mensen die bij Farbo kochten dan bij IC gaan kopen. En vanuitgaande dat de prijs van IC onszelf blijft, et cetera, paribus. Nou, het is dan logisch dat dit dingetje omhoog gaat als je klanten van Farbo wil aantrekken. Dat betekent dus dat dit ding omhoog moet. Door het aantrekken van Farbo's klanten moet plus 2 PFP omhoog. Omhoog. Dus zien C valt af. C blijven lopen. Nou goed, I. Oh sorry, valt A af. Nou goed. Het is misschien wel even moeilijk om voor te stellen, maar als je dus klanten van Farbo aantrekken, dus dat betekent dat ze niet bij Farbo gaan komen, maar bij jou, dan reageren ze dus sterker als de prijs van Farbo verhoogt. Reageren ze sterk op die prijsboom van Farbo, waardoor ze sneller bij jou komen. En als dit ding omhoog gaat, komen ze sneller bij jou als de prijs van Farbo omhoog gaat. Misschien is dat niet helemaal goed te begrijpen, maar
Als je het door hebt, is het vrij logisch. Maar als er nog twijfel zou zijn over dit ding, als je dit ding wegdenkt, kan je altijd nog redeneren dat A sowieso afvalt. Want je moet ook nieuwe klanten aantrekken. En dat heeft betrekking op dit ding. Want nieuwe klanten maakt het niet uit wat de prijs van Barbel of dit is, want die weten dat nog helemaal niet. Dus als je bij nieuwe klanten kijkt, als je die wil aantrekken, hoe dit ding dus omhoog wil, je wilt meer nieuwe klanten aantrekken. En bij A gaat die omlaag, gaat die van 4 naar 3. Dus door het aantrekken van meer nieuwe klanten moet 4 omhoog. Dus A valt af. Dus als je dit niet helemaal begreep, kon je het altijd nog beredeneren op deze manier. Maar het zou fijn zijn als je dit ook begrijpt. Dus is optie C combineert alle drie de gewenste effecten. Dan is het misschien nog zo mooi om zien dit zo op te schrijven, want dan houdt het zo van voor het model als je het met getallen voorbeeldjes doet. Dus laten we dat even voor zekerheid doen. Ik weet niet of ze dat verplicht willen, maar altijd wel zo mooi. Op zich goed te doen, denk ik. We zijn nu op de 40 minuten. Nou, dankjewel voor het kijken. Als je nog vragen hebt, laat me weten. Ik reageer op al jullie vragen. En heel veel succes bij jullie examen.